kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Agrarisch fabriekscomplex Wie Uma Fusranang ziet levenslicht. CARICOM-waarnemers op bezoek bij minister Igeldis Polak-Biegli en parlementsvoorzitter Jennifer Geiling-Simons. Valutawet moest economische aanval afwenden en richting geven aan de koers. Sociale zaken en volkshuisvesting loopt achterstand rechtspositie ambtenaren verder in. Jongerenvertegenwoordigers richten zich tot first-time voters. En verkiezing organiseren is uitdaging te midden van COVID-19-crisis. De coöperatieve vereniging Wie Uma Fusranang beschikt over haar eigen fabriekscomplex. Aan de Indira Gandhiweg heeft op woensdag 20 mei 2020 de opening van dit cassaveverwerkingsbedrijf plaatsgevonden. Wie Uma Fusranang is een coöperatieve vereniging en heeft sinds haar oprichting een sterke betrokkenheid van vrouwelijke ondernemers. De coöperatie heeft tot doel het verbeteren van de levensstandaard van vrouwelijke ondernemers in voornamelijk rurale gebieden. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Wij van Wie Uma van district Brokopondo. Wij zijn heel erg blij omdat wij vrouwen vandaar een broodje hier kunnen verdienen. Hiermee kunnen we onze kinderen verzorgen en zo, want er is geen werk in het district. En met dit kunnen we onze kinderen voorzien. Wanneer ik het verhaal ging vertellen in Mongo, met dat tangeren dan, jongen, nu voor je tegen mij. Kom mee, vertel dat cassave verhaal. Laat die mensen dat brood zien. Laat ze bakken jullie pannenkoek voor die mensen. Want altijd als ik ga ik met mijn filmploeg natuurlijk. Om te weten wat vrouwen doen, wat we kunnen doen enzovoort. En of het nou Wita Grong is, ik schouw ze achter me. Of het nou Sipali Winnie is, we hebben wat afgeschouwd. En deze vrouwen waren altijd het voorbeeld. We hebben bewezen containers orders te verwerken in een ruimte van 40 vierkante meters. En het is geen moe voor jaar, want de cijfers zijn bij HI. En door doorzetting en bovenal geloof hebben wij bewezen dat we het waard zijn deze grote stap te maken naar professionele verwerking in een faciliteit die 10 keer groter is. Arutu voor Asandis bigi eerst naar Klaaskriek. Daar doe ik me vanuit Klaaskriek, dat ik ga kapaskele. Dat drap ik ook doen, ik zal bouwen ook. Dan ga ik vooral voor dat. Precies zo aan bigi, heel klein. Nou, mijn breedte. Dat als je de vrouw beschermt, bescherm je de mensheid. Amen. Geef vrouwen. De
De CARICOM heeft een waarnemersmissie afgevaardigd voor toezicht op het verloop van de aanstaande stembusgang. De observators die eerder deze week in ons land arriveerden, zijn op woensdag 20 mei ontvangen door minister Yildiz Polat-Biegli van Buitenlandse Zaken. De buitenlandse vertegenwoordigers legden daarna ook een bezoek af aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Gerling-Simons. So this is a huge exercise. It is probably common to you because in the Caribbean elections, at least in Suriname, are also a cultural and colorful expression. And so it makes it even more challenging for us to, in the unprecedented situation that we face with the social distancing and the hygiene rules, the public health rules, to keep the public safe. But we thank God that at this moment, Suriname has only one active case. It is an imported case. And so we believe that with the measures in force so far, we will be able to manage the situation. So that is a long introduction to say that I'm welcoming you. We're happy to have you, and I'm happy to hear some introductory remarks from your end, Ms. James. Thank you. And thank you for having us in Suriname. Yes, indeed, it is a challenge. We got the invitation, and I know that many persons would have given it long and hard thinking. But we have braved COVID. And two, we believe that partnership is important. In CARICOM, we are all one. We are one people. We experience the same challenges, and we have to find ways of overcoming our challenges. And so that is why we have decided that we would volunteer to be here. So thank you for your invitation, and thank you for having us. Our team is four in number. We have agreed that we will give it our best shot, and no challenge will be too much for us, because that is why we have made the decision. If we were fearful, we would have stayed at home. And we believe also that we need to lend a hand when our sisters reach out. And I am happy that we have the opportunity to be part of the first election in COVID. So you are going to be our greatest teacher. You're going to teach us how you were able to plan and to execute your election. We will learn much more than just the planning and the execution, but we will learn from your people how they brave this pandemic to get to the polls, how they operate, and how they see the importance of the election, the importance of making that decision to have a National Assembly, and to ensure that the 51 persons who they will elect will be the team that they want to represent Suriname. Kunt u ons een statement geven over de meeting, minister? Jawel, we hebben vanaf maandag jongsleden hier in Suriname de CARICOM waarnemersmissie. Het is een missie die uit 4 personen bestaat. Deze 4 personen staan onder supervisie van mevrouw Dora James. En zij is dus van St. Vincent en de Grenadines. En naast haar zijn er dus nog 3 personen die in de missie zitten. Vanuit de CARICOM gezonden naar Suriname. Om voor wat betreft het verkiezingsproces op naar 25 mei. Maar ook even na 25 mei alles te waarnemen, waar te nemen. En we zijn blij met die missie. Waarom zijn we blij ermee? Omdat wij als land in de wereld, in de regio, bekend staan om de manier waarop wij vanaf 1987 democratische, transparante, vrije en geheime verkiezingen organiseren. Het hebben van een waarnemersmissie zoals deze, een internationale waarnemer, verhoogt dan daarom ook het gehalte van transparantie
Maar voor het lokaal publiek, voor de Surinamers, voor de organisatie, voor de politieke partijen hier, betekent het een stukje confidence dat de overheid zich zal moeten houden aan wet en recht, aan de regels die gelden bij de verkiezingen en het proces ernaartoe. We willen daarom ook heel hartelijk dank zeggen, niet alleen de secretaris-generaal van CARICOM, maar zeker ook de voorzitter van de CARICOM, de prime minister van Barbados, die zich persoonlijk heeft ingezet. Beiden hebben zich ingezet voor het realiseren van deze missie. Wij zijn er klaar voor. En zoals de waarnemers hebben gezegd, we look forward to the E-Day, the Elections Day. We kijken uit. We zijn zeer, zeer hoopvol. Het is belangrijk dat we waarnemers hebben. We hebben ook OKB. En buitenlandse waarnemers zijn belangrijk omdat ze natuurlijk helemaal onpartijdig zijn. Het kan hun niet schelen wie wint hier. Dat zij kijken naar de verkiezingen. Waarom? Omdat eerlijke verkiezingen, goed georganiseerde verkiezingen zoals we dat gewoonlijk doen, van heel groot belang zijn. Ze zijn altijd van belang, maar ze zijn nu nog meer van belang. Omdat wij in onze regio hebben gezien dat terecht en te onrecht verkiezingen frauduleus genoemd worden. Dus je moet zeker zijn, ongeacht de uitslag, dat we kunnen vertrouwen op het resultaat van de verkiezingen. En één van de manieren waarop je dat doet, is bijvoorbeeld buitenlandse waarnemer. We praten normaal bijna niet erover, maar met de hele COVID-situatie is het toch heel mooi dat het gelukt is om buitenlandse waarnemers te krijgen. Nee, ik denk dat het wel wat moeilijker is, want mensen reizen niet zo. Nou heeft Suriname de geweldige prestatie geleverd dat wij eigenlijk geen COVID hebben. Al die landen waar ze vandaan komen, hebben ze meer dan wij. Maar het gaat erom dat mensen gewoon minder reizen op dit moment. En er zijn geen lijnvluchten of minder lijnvluchten. Dus het is moeilijker geweest natuurlijk. Maar hoe moeilijk weet ik eigenlijk niet uit het hoek. Dat zou misschien eerder de minister van Buitenlandse Zaken kunnen. Een enorme economische aanval op dit land. Zo typeert president Desiree Delano Boutersen de koersvlucht van dit jaar. Het betrof een ontwikkeling waarbij ingrijpen van de regering nodig was. Volgens het staatshoofd zijn er goede gesprekken geweest met cambio's en ook voorstellen gekomen. Maar het lukte maar niet, aldus de president. Er werd toen besloten met een valutawet richting te geven aan de koers. Deze wet werd echter door tussenkomst van de rechterlijke macht geschorst. Maar het laatste woord hierover is nog niet gezegd. U weet, wij zijn voor Suriname in zijn algemeenheid en voor de kleine man in het bijzonder. En er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land. Ondanks de problemen die er zijn, is het ons altijd gelukt met heel veel prudent werk om eruit te komen. Nou, deze aanval op de koers, iedereen voelde het. Hij klom echt regelmatig. Ik heb goede gesprekken gehad met banken. Ik heb hele goede gesprekken gehad met de cambio's. Er zijn voorstellen gekomen en het lukte maar niet. Dus Sammy Doe op een gegeven moment dacht, weet je wat, dan gaan we een valuta-wet maken. Om de koers naar normale proporties te brengen. We weten ook wel dat 752 een beetje achterhaald is. Maar de manier hoe de koers omhoog vloog en daardoor de prijzen, dan afvallig beviering. Toch? Het was constant boterzijpsaap, we deden in het veld en de smality. Dus ik probeerde, via de wet de mensen de richting aan te geven. En u ziet het ook direct na de wet, is als aan begin drop. En wat zie je weer? De tegenstanders
En hebben zelfs gebruik gemaakt van krachten van binnen de trias politica om deze wet eigenlijk op te schorten. Het is een, we zitten eigenlijk in een constitutionele crisis, omdat we in balans moeten blijven, de drie machten. En DNA, like wetgevende macht, en met wet, die Sranang, en alles maar horen ze naar wet, kan dan niet worden teruggefloten, naar mijn mening, door een ander groep binnen de trias politica. En het laatste hiervan is nog, het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Het gevecht. Kijk, wij vechten voor het belang van de kleine man. Op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een aantal personeelsleden vandaag zijn beschikkingen in ontvangst mogen nemen. Minister André Misikaba legde bij deze gelegenheid het proces uit dat voorafgaat aan het in dienst treden. Volgens hem is er heel veel werk verzet om de achterstand in rechtspositie in te lopen. We hebben nog een hele bunch, maar na de verkiezingen gaan we door, sprak de bewindsman. We kennen de periode, we weten dat u in een bepaalde periode hebt geleefd van onzekerheid. Je wil natuurlijk vooruitgang hebben in je leven. En het heeft even op zich laten wachten. Begrijpt u dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet alleen sociale zaken heeft? Het heeft verschillende andere ministeries die ook met zoveel personele zaken zitten die afgerond moeten worden. Al met al zal altijd de ODAD met haar team van PZ het werk voortzetten, indien nodig de correcties en aanbevelingen die naar binnen komen oppakken om zodoende de zaken, de personele zaken van ons rond te krijgen. De afgelopen week hebben we al ruim 50 mensen blij gemaakt. Vandaag gaan we weer een aantal mensen blij maken en het is in de bedoeling om de komende periode door te gaan werken met betrekking tot afhandelen van de persoonlijke zaken van u, zodat u ook lekker kunt gaan werken, uit die onzekerheid gaat geraken en dat wij dus het ministerie naar hogere hoogte kunnen brengen met uw inzet. Ik wil u alvast hierbij feliciteren en ik reken erop samen met het team dat u harder aan de slag zult gaan en dat u ook anderen blijft motiveren geloof te hebben dat ook hun zaken in orde komen. Om te benadrukken wat de directeur heeft aangegeven, is het misschien goed om kort met u te gaan over het traject hoe iemand in dienst wordt genomen bij de overheid. Wanneer iemand solliciteert naar, in dit geval, SOSAVO, soms zijn het algemene, hoe noem je dat, open sollicitaties. Soms komen sollicitaties binnen via iemand die al werkt bij SOSAVO. En soms is het zo dat er een sollicitatie, iemand wordt aangetrokken vanwege de dienstleiding. Die brief komt binnen. Wij van SOSAVO maken een raadsvoorstel op, zoals dat wordt genoemd. En het wordt gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat voor die totale overheid is het ministerie van Binnenlandse Zaken die mensen in dienst neemt. U weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken is de grote, beheert de grote administratie van die totale overheid. Wanneer ons raadsvoorstel naar BISA is gegaan, dan duurt het minimaal 3 tot 4 maanden voordat wij een besluit krijgen, want Binnenlandse Zaken gaat daarna, is er inderdaad een vacature daar, voldoet de persoon, conform visio aan die positie waarin men de persoon wil plaatsen. En als Binnenlandse Zaken dat goedkeurt, dan komt er een missieve terug naar SOSAVO. Een missieve is een document met dat behelst een besluit van de overheid. Eigenlijk is een missieve geen stuk van de burger, het is een intern overheidsstuk. En in de missieve staat dan dat zo iemand, en er is een datum genoemd per bepaalde datum, wordt aangetrokken
De inschaling wordt ook aangegeven in de missieve. En dat document komt dus terug naar SOSAVO. En sociale zaken en volkshuisvesting moet een conceptbeschikking maken op basis van de missieve. En in zo'n conceptbeschikking, waar die inschaling is al aangegeven in de missieve, moet dan SOSAVO het bruto salaris dat zo iemand gaat verdienen dan aangeven. De afdeling waar de persoon gaat werken, u krijgt een personeelsnummer enzovoorts. En dat conceptbeschikking gaat terug naar Binnenlandse Zaken. Bij de aanstaande algemene, vrije en geheime verkiezingen zal een grote groep jongeren voor het eerst haar stem gaan uitbrengen. Deze zogenoemde first-time voters worden door de CARICOM en de UNSDG jeugdambassadeurs als ook youth officers opgeroepen hun plicht te gaan vervullen. De jongerenvertegenwoordigers informeren de nieuwe groep stemgerechtigden ook over de wijze van stemmen op 25 mei 2020. Jong Wang Fusranang. Suriname gaat op 25 mei 2020 naar de stembus. En wij als jeugdvertegenwoordigers voelen ons verplicht om de jongeren van Suriname te informeren over de wijze hoe er gestemd moet worden op 25 mei 2020. Op de dag van de verkiezing kun je je legitimeren met een ID-kaart of een geldig rijbewijs of een geldig paspoort. En niet te vergeten je oproepingskaart. Met deze documenten kun je je aanmelden bij de stembureauvoorzitter en die gaat na als je voorkomt op de kiezerslijst. Kom jij voor, dan worden de namen opgeroepen door de voorzitter. Vervolgens worden de handen gecheckt voor verkiezingsinkt. Hier heb ik 10 schone vingers die niet gekleurd zijn met verkiezingsinkt. Na deze controle van de stembureauvoorzitter ontvang ik van die 2 stembiljetten. Let erop dat deze gestempeld zijn en voorzien zijn van een handtekening van de stembureauvoorzitter. Je ontvangt namelijk een blauw stembiljet waarop de DNA-kandidaten voorkomen en een witte van de RR-leden, meer bekend als de resortsrasleden. Op het blauwe mag u 1 vakje rood kleuren naar keus. Als u meer kleurt, wordt het stembiljet ongeldig. Op het witte stembiljet mag u net zoveel vakjes rood kleuren als er zetels zijn in het resort. Het aantal zetels in het resort is vermeld aan de bovenkant van het stembiljet. Als er bijvoorbeeld 6 zetels in uw resort zijn, dan mag u van 1 politieke partij alle 6 kandidaten rood kleuren. Dat wordt disciplinair stemmen genoemd. Of u kunt van verschillende partijen 6 of minder vakjes rood kleuren. Let wel, u mag niet meer kleuren dan er zetels zijn in het resort. Als u in dit geval 7 kleurt, dan is het ongeldig. Maar u mag wel minder kleuren, dus 1 tot en met 6 vakjes. Als u niets kleurt, dan is het biljet ook ongeldig. Dit geldt ook voor het blauwe stembiljet. Als u niets kleurt, dan is het blanco, dus ongeldig. En nu is het tijd om te stemmen. En dat gebeurt in het stemhokje. In het stemhokje aangekomen vind ik een rood potlood. En het potlood gebruik ik om de stemkeus aan te geven. Ben ik klaar daarmee, vouw ik de stembiljetten precies zo op zoals ik die gekregen heb van de stembureauvoorzitter. Vervolgens loop ik dan naar de stembus. Alvorens ik de stembiljetten in de daarvoor bestemde stembussen doe, toon ik de geparafeerde zijde aan de voorzitter. Daarna doe ik de stembiljetten in de daarvoor bestemde stembussen. Weet je nog? DNA blauw, RR wit. Het is verboden om foto's te maken, dus geen stemvie. Indien je deze toch maakt, dan worden de stembiljetten ongeldig verklaard. Verder is het ook strafbaar om weg te lopen met de stembiljetten. Op de dag van de verkiezing dien je alle rust het stembureau te betreden. Dat wil zeggen dat je de orde niet mag verstoren. Heb je een fout gemaakt op 1 of beide stembiljetten, krijg je 1 keer de gelegenheid om nieuwe aan te vragen. Nadat deze eerder verstrekte stembiljetten terug zijn genomen door het stembureau. Jeugdparlement, SDG, CYM, Sranamang, Yongwang, Makanda Wego Stem. Suriname gaat op 25 mei naar de stembus.
Te midden van de COVID-19-crisis is het een uitdaging om verkiezingen te organiseren, omdat er in één dag op verschillende plekken honderden mensen bij elkaar kunnen komen. De autoriteiten hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat mogelijke gevallen van COVID-19-besmetting zich gaan voordoen. Bij de verschillende stembureaus zal het er anders toe gaan dan bij voorgaande verkiezingen het geval was. U wordt gevraagd mee te werken aan een vlot verkiezingsproces, in het bijzonder en een veilige en gezonde samenleving in het algemeen. Houdt u ook op 25 mei rekening met de hygiënevoorschriften. Ook na de verkiezingsdag gaat de regering verder met het beheersen van COVID-19 en daarmee de zorg voor een gezonde samenleving. Die zorg bestaat ook uit het voorzetten van de sociale steun uit het COVID-19 noodfonds. Uw bijdrage in dit alles is mee te werken op dat besmetting tot het uiterste beperkt kan worden en de sociale steun vlot te doen verlopen. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.